wel de Surinaamse vrouw erop attenderen dat er inderdaad dus diensten bestaan in het land. Wij als Stichting Lobby hebben 3 klinieken, 1 in Paramaribo, 1 in Ikeri en 1 op Lelydorp, waarbij wij dus preventief baarmoederhalskankerscreenings onderzoek doen. En dit onderzoek is erop gericht om dus baarmoederhalskanker in een voorfase van kanker te ontdekken. Dus zo vroeg mogelijk, terwijl er nog geen sprake is van kanker, om dat te ontdekken. En dat kan heel goed dus inderdaad met de screeningsmethodes die wij hebben. Wij hebben de FIA-methode en wij hebben dus de opsmeermethode. En de nieuwe machine die we dus nu hebben gekregen, die is met name gericht op verbetering van de dienstverlening voor de opsmeermethode. Als de vrouw ervoor zorgt dat ze tijdig en regelmatig haar uitstrijking doet, zorgt zij ervoor dat zij dus, mocht er onverhoopt voorkomen dat er sprake is van ongewone groei van cellen, uiteindelijk zouden kunnen doorgroeien naar baarmoederhalskanker, als dat tijdig ontdekt wordt en behandeld wordt, bestaat er dus 100% kans op genezing. En laten we dat even benadrukken. Ik praat over genezing. Ik praat niet over overlevingskans. Ik praat over genezing. Dus met andere woorden, geen enkele vrouw in Suriname is doodgaan aan baarmoederhalskanker. Het enige waar men aan moet denken en waar men zich van bewust moet zijn, is dat men regelmatig en tijdig het screeningsonderzoek moet doen. Hou rekening mee, je bent deel van de samenleving, maar als vrouw ben je vaak ook deel van een gezin. Je hebt kinderen, je hebt partners, je bent of moeder of je bent vrouw. En ik denk niet dat er één vrouw tegen mij zou kunnen zeggen van hé, ik wil mijn kinderen achterlaten of ik wil mijn kinderen niet zien opgroeien of ik wil er niet zijn op die belangrijke momenten in hun leven, bijvoorbeeld als ze in het huwelijk treden. Je wilt er zijn voor je kinderen. Maar als je er wilt zijn, dan moet je ervoor zorgen dat je gezond blijft. En een van de manieren om dat te doen, om ervoor te zorgen dat je inderdaad gezond blijft, zijn meerdere manieren. Maar wij hebben het hier op dit moment dus specifiek over baarmoederhalskanker screenen. Zorg er gewoon voor dat je preventief ervoor zorgt dat je gezond blijft en dat je dus inderdaad niet de kans loopt om te komen om te overleven aan baarmoederhalskanker. Noem ik baarmoederhalskanker Kirin. Kongia onderzoek. Zorg is regio, lobby is regio, taal is regio.